Yo, dat gasten, welkom bij deze woensdag met Thomas! Ja, waarom heb ik een capuchon op? Omdat wij op jouw kanaal jou hebben geschoren. Dat kunnen we wel zeggen. We hebben jou. Ja. En als je wil zien hoe zijn haar geworden is, check de link in de beschrijving naar zijn kanaal. Ja, moet je gewoon naar mijn kanaal gaan, even die video kijken. Dan zie je dat Bardo mijn kapper is. En dat is mooi. Hij heeft het goed gedaan. Hoor. En dat is, ik had een snorretje en ja. Dat zie je allemaal daar, linkje in de beschrijving. Wij gaan vandaag alleen een leuk spelletje doen. Voor de verandering een keer. Ja, en dat spel is herken de YouTuber. Ja, en dat is genieten. Ik zal even de spelregels uitleggen. Ik heb geen flauw idee hoe het gaat, Bardo. Wij hebben het allebei een beetje verzonnen. Het idee is gewoon, we hebben hier 10 namen op papier staan. We hebben Resident Evil om het erna af te schermen, omdat Resident Evil cool is. En sponsor! Sponsor! Door Resident Evil voor de Wii nu. Ja, nu. Zeg maar 10 jaar na dato. Maar, en dan vervolgens moeten we die persoon gaan uitbeelden. Oké, okay, dan moet het raden. Ja, weet je, pak jij de eerste. En dan moet ik die gaan uitbeelden. Oké. Okay. Of, ja, dit is echt nadenken. We hebben de 10, dus moeten we winnen. Ik weet niet of het recht is, of? Laat eens zien aan mij, want ik heb nu... Je hebt het verkeerd om. Ja, je ziet het ook niet op de camera, volgens mij is het te licht. Staat er wel iets op überhaupt, op deze? Staat hier niks op? Oké. Waarom zeg je dat ik er verkeerd om heb? Weet ik niet, ik dacht... Je zag niks, oké, poging 2. Oké. Kijk. Even ondersteboven. Even ondersteboven? Is het zo? Ja, maar kijk eens niet op de camera. Totaal niet. Ach, ik zet het ook niet in beeld. Maar ja, nou. Moes, moes! Ja, ook oké. Okay. Ja, goed. Wauw. Wow, dit is moeilijk hoor. Dit is moeilijk, ja, je maakt het. Je zegt ook gewoon direct wie het is, jij zo'n beetje. Oké. Okay, ja, hoe moet ik het anders doen? Ja, dit toch... is echt, ik weet niet. Ja, moet je maar naar de camera. Ik weet niet hoe. Ja, natuurlijk! Hé, hey, schattige dauwdruppeltjes van me! Dus David. Ja, die was. Natuurlijk. Hij zegt nooit meer dauwdruppeltjes. Ja, oké. Okay. Staat hij wel bekend. Hij staat er wel bekend. Ja, daar niet. Wat een geniaal spel is dit. Weer ons te boven. Ja, de kijkers en dan... Ja, even kijken. Hoe doe ik dat na? Ja, dit is moeilijk. Je YouTube-collega. Hoi kijkers. Vandaag heb ik 10 dingen die ik... Ah, niet per se 10. Snap je het? Dylan Haag? Nee, het is een meisje. Meisje? Ja, ze is een hele goede vriendin van Robert. Robert? Ja, en Robert. Die. Robert? Nee, Robert echt. Robert die is ook heel erg fan van haar. En die heeft zelfs. Ik weet het, met een brilletje. Uit Zwolle. Die duurt. Ja. Oh, Sophie. Ja. Ja, die dat is een held. Die duurt is een held. Ja, wat een vent. Okay. Ja, die heeft zeg maar allemaal video's van Sophie nagemaakt. Maar ja, dat is wel goed. Ja, ze komt uit het oosten. Deske? Nee, ze komt uit het oosten van. Ik zei al ze, kut. Ik moet dat niet zeggen. Dat het, nee. Ze komt, we gaan haar nadoen, dit is gewoon hints. Oosten van het land, ze maakt. Praat over make-up. Wat? Ja, make-up. Oh, nu val ik echt door de mand dat ik het kanaal niet heel vaak kijk eigenlijk. Oké, dus zij komt uit het oosten van het land. Ik vertel het verhaal wel. Ze komt uit het oosten van het land. Haar levensverhaal. Ze is verhuisd naar het verre westen om haar doel. Vera, Camilla. Kijk! Oh, hij man. Is erboven en daar zei je niks van. Ah, ja, misschien heb ik hem wel moeten doen, hè? Weer ons erboven. Ja, hoe doe ik deze na? Oei. Er zitten een paar tussen waarvan je denkt, Jezus. Ja, hoe doe je dit? Ik heb geen idee. Ja, jij weet het. Ja, nee. Ik hoop het, dat je het goed doet. Oké, dit is de eerste hint. Oh, beauty, is beauty. Ja. Oké. Kijk, ze komen er wel in. Dit is ook een hint. Wat deed? Wat was het? Kapot, dood. Nee, wat was het? Wat? Slaan. Nee. Dat is een beestje doodmaken. Wat is een beestje in het Engels? Nou, dat maakt het veel moeilijk voor mezelf. Oh man, beestje in het Engels. Normaal weet je dit soort dingen direct. Een insectje, zeg maar. Ja, is het? Parasite? Een bug. Bug. A Bug's Life is een goede film. Het lijkt... Bug's Life? Oh, Teske. Ja! Yeah. Oh, Bug's Life. Ja, oh. Die had ik. Ik wist echt niet hoe ik het nou moest doen. Ja, dan, ja. Oh man, ik snap hem. Teske, dat is echt. Beauty gurus zijn het moeilijkst om na te doen. Ja, echt. Die kan je niet nadoen. Nee, je hebt niet iets raars of zo. Nee, leuk. Dan krijgen we nu net deze. Oké, misschien. Ik denk deze kan je serieus nadoen. Ik denk dat je wel weet.
Hi, welkom bij een nieuwe shoplog van mij. Die is hetzelfde verhaal als Vera een beetje. Diana? Ja. Zie je, die was niet zo heel moeilijk. Ah, dat is echt. Diana die is altijd heel vrolijk aan het begin van al haar video's. En daarna wordt ze depressief of? Gedurende de video, nee toch? Oké, kan je... Zag je het of niet? Ja, nee, ik zag het half. Ik heb de halve naam gezien, maar... Oh, dus dan weet je het half. Nou, ik weet het niet zeker. Ik dacht dat ik las Sophie, maar is het Sophie? We hebben Sophie. Ja, daarom dacht ik ook. Ik weet het niet, dus doe maar. Godverdomme. Als je het in één keer weet, hè. Hoi mensen, ik kom uit het noorden van het land. Uit het noorden, ja, kunnen we met... Ik kom nu van het land, ik ben van huis naar... Marije Peter Kelvin. Nee, nu is het een beetje, ja? Marije Peter Kelvin? Dat zijn de drie komen uit het noorden. Oké. Marije... Jij weet welke je zelf hebt opgeschreven, toch? Oh, deze heb ik zelf, dat is Kelvin, ja. Ja, ik denk... Ja, dus... ja, dus... Oké, ja, succes. Kelvin. Ja, die was te doen. Ja, Jezus. Jezus? Ik smek je smoer, ja. Wat deed? Merkt? Ja. Dat is racistisch hoe je deed. Maar het deed. We hadden elkaar geen vrijles. Oké. Daar is hij bekend om, dacht ik altijd. Nou ja. Ons boven. Dit is heel makkelijk. PewDiePie! Hij zegt gewoon zo naar. PewDiePie als allerlaatste. Hoe moet je man zijn? Dat is een YouTube kanaal, is dat hoe je hem uit wil. Ja, misschien een hoorspelletje. Maar ja, jongens, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Wil jij zien wat er is gebeurd met Thomas en haar? Het is chockerend. Ja, waarom heeft hij die capuchon toch op? Check de link in de beschrijving. Enige ding is wel, deze video komt online om 12 uur. En ik weet niet hoe laat jouw reactievideo online komt. 12 uur in de middag, zeg maar. Ja. Ja, later wel. Nou, weet je, dan zet ik een linkje neer naar zijn kanaal. Dan kan je abonneren. En dan komt de video wat klaar. Je snapt hem wel. Komt helemaal goed. Check de linkje in de beschrijving. Geef wel een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op Banjo Town. Morgen om 12 uur zijn we er weer. Pile.